Mijn naam is Mirjam van Link Media en dit weekend is een bijzonder weekend. Het is namelijk 4 mei dodenherdenking en 5 mei bevrijdingsdag hier in Nederland. En van Link Media wilden wij hier ook graag bij stilstaan. Dus zijn we in de regio gaan kijken en hier terechtgekomen in Oostvoorne. Hier achter mij, achter deze hekken die nu nog gesloten zijn voor bezoekers, maar zo dadelijk open gaan, daar ligt een uniek monument uit de Tweede Wereldoorlog. En daar gaan we zo een kijkje nemen. Wij staan inmiddels op het terrein van de Bieberbunker in Oostvoorne. En ik heb hier 3 heren naast mij staan die van de stichting zijn. Stichting Bieberbunker Oostvoorne. Goedemiddag heren. Goedemiddag dame. Goedemiddag. Hallo. Wat is uw naam? Zoals je kunt lezen, Bouwen Torreman. Geboren en getogen Brielenaar. Nee, geboren Oostvoornaar, getogen Brielenaar. Want ik ben een beetje weg hier. Hè? Ik ben al heel lang weg. Maar ja, dit trekt nog. Ja. Ja, dit is de Tweede Wereldoorlog. Ik ben van voor de Tweede Wereldoorlog. Dus het heeft allerlei emoties toch wel. Ik heb die oorlog bewust, hoewel klein, meegemaakt. Ja. En ja, dat vreet aan je. Ja, ik begrijp het. Is dat ook voor u een reden geweest om hier vrijwilliger te gaan worden? Niet echt. Ik ben er bij toeval bijgehaald door iemand die ik kende. En die zei, jij weet toch al veel. Zou je ook niet gids willen worden? Nou, dat wilde ik wel. Ja. En ik vind het ontzaglijk leuk. En ik blijf het zolang ik fysiek het kan, het blijf ik het doen. Ja, leuk. Ja, oké. Okay. Ik ga even naar de andere 2 vrijwilligers die ook gidsen zijn hier. Ja. Wat is uw naam? Hans Strasters. Ja. En ik ben al een paar jaar gids. En buiten dat techneut hier in de bunker. En ik doe de nieuwsbrief. En ja, wat vind je er leuk aan? Ja, A, interesseert het je heel erg, dit. En ik ben nog wapenbeheerder. Nou ja, ook belangrijk om te vermelden. Belangrijk. Ja, heel belangrijk. En interesse, Tweede Wereldoorlog. En en gids, ja, ik vind het leuk. Net zoals bouwen. Ja. Ik blijf het ook doen tot ik er bij neerstek. Ja. Nou, laten we hopen dat maar dat... Ik vind ook dat het verhaal, je moet vooral jongeren, dat moet je doorvertellen. Net als de 1 mei, de 4 mei, je moet dit doorvertellen. Ja. Want dadelijk zijn alle ouderen, die zijn er niet meer. Ja, het moet niet in de vergetelheid raken. Nee. Een stukje geschiedenis, belangrijke geschiedenis voor Nederland. Ja. En wat is uw naam, meneer? Lodewijk Baars. En ik ben dus ook gids, maar ik doe ook aan modelbouw. Dus zijn we bezig met de maquette die hier in de bunker staat. Die een beetje het beeld weergeeft van hoe het toen was. Nu zie je allemaal mooie bomen eromheen, maar het was vroeger natuurlijk veel kaler. Dus dat proberen we dus ook uit te drukken. En ik ben er dus ingerold omdat ik natuurlijk altijd al een modelbouw deed. En via van joh, kom eens hier, dan kan je helpen. En en dan word je ook gids, want daar komen ze wel altijd aan tekort. Dus, ja, wat zijn jullie nog op zoek naar vrijwilligers? Ja, altijd. Veel. Altijd. Vooral gidsen. Ja. Gidsen. Gidsen kunnen we er niet genoeg hebben. Wij staan hier voor de ingang van de Bieberbunker in Oostvoorne. En zo dadelijk gaat de rondleiding beginnen. En naast mij staat mevrouw Betsy. Kunt u mij iets vertellen over de Bieberbunker in Oostvoorne? Wat voor soort bunker het is? Wat de bedoeling was van deze bunker? Nou, de Bieberbunker was het centrale punt. Het was een commandobunker. En die regisseerde eigenlijk de aanvallen vanuit de bunker die via de radar binnenkwamen. Dus van hieruit werden de jagers gestuurd van waar dus aanvallen kwamen om dus de aanvalling tegen te gaan. Ja. Om dus de vijandelijke bommenwerpers aan te vallen. Aan te vallen, ja. Dus de geallieerde bommenwerpers. Die kwamen uit Engeland, die vlogen hier overheen om bombardementen te gaan uitvoeren. Klopt. In Duitsland en ook weer terug te komen. Ja. En dan van hieruit werd dan met de radar werden ze gedetecteerd. Het was een bepaald systeem. Je moet denken dat het luchtruim in vakken was verdeeld. Dat werd dan op een grote kaart in zichtbaar gemaakt. En dan werden van daaruit de jagers van, oh, je moet naar kwadrant de nummer 80. Ja. En daar werden de jagers dan heen gestuurd. En dan, als het vijandelijke bommenwerpen in het volgende kwadrant kwam, namen andere jagers het weer over. En zo achtervolgden ze hem, net zolang totdat ze hem neer konden halen. Neer konden halen, ja. En ik begrijp ook dat dit eigenlijk een hele geheime locatie was. Dat heel veel mensen niet wisten dat hier de Bieberbunker zat. Dat klopt. En er lopen nog steeds mensen in Oostvoorne die niet weten wat voor bunker hier zit. De stelling Bieber beslaat een oppervlakte van ongeveer 400 bij 800 meter. Waar u op het moment zit, is de commandobunker.
De hele stelling zelf staat 97 eenheden, laten we het zo maar even netjes noemen. Waaronder 65 bunkers. En wat bouwwerken. Bouwwerken moet je zien als een gemetseld hokje. Munitieopslag, allemaal dat soort flauwekul. Dit was een dorp op zich. Een complete enclave van de Luftwaffe. Had niets te maken met Oostvoorne en de Weermacht. En had ook niets te maken met de Atlantikwal aan de andere kant, met de Kriegsmarine. Hier werd niet geschoten, hier werd alleen maar gekeken en gestuurd. Dat is de Luftwaffe, de luchtmacht, de Air Force. En in dat gebied de radar. Dan wachten we hier in het middenste schietgat. Hier stond de wacht. Normaal liep hier de Duitse wacht. Die konden dit open doen. De BB heeft dit teruggebouwd, alleen onder de bodem. Vervelend, dan krijg je het niet meer open. En ik kon ze naar buiten schieten. Want die bunkers stonden natuurlijk op Maaiveld. Die hielden de omgeving in de gaten. Om de hoek daar ook. Als je de deur uitgaat, zie je een hokje als je dadelijk weggaat. Dus je loopt er nog in elkaar nooit meer. Maar in ieder geval, dan heeft u een idee. Alles was hier zelf voorzien in deze bunker. Hier had eigen stroom, eigen water, alles. Ja, toen druk je op de knop. Gaat licht uit. Hoop gegil en dan gaat dat ding aan. Dat is wel even leuk natuurlijk. In de Biebenbunker is een prachtige maquette gemaakt door vrijwilliger Lodewijk. Op deze maquette is te zien wat er in de directe omgeving van de Biebenbunker buiten aanwezig is. En er zijn verschillende bunkers, voorraadbunkers, voertuigen staan er. Grote radar die de geallieerde vliegtuigen moest spotten zodat ze verderop weer neergeschoten konden worden uit de lucht. Ja, het is prachtig gemaakt, echt heel mooi met details, bosjes, water, kleine poppetjes, soldaatjes staan er. Ja. Ja, dat heeft meneer Lodewijk heel netjes gedaan. Hier deze zeg maar de dagelijkse behoeften, de wapens schoonmaken, een hapje eten. Dat koken, hier, dat is nog een leuk detail. Je hebt hier een eentje verder, als je hier de zandweg naar links gaat, krijg je het agaathuizen. Waar vroeger zeg maar de kolonie zat, de bleekneusjes. In de oorlog was dat ook een thuis, alleen geconfiskeerd door de Duitsers. En die gebruikten de keukens als manschappenkeuken. Dus viel het agaathuis, de keukens, dat hele stuk wat ze eraan hebben gebouwd, dat viel onder de Biebenstelling. Dus daar werd het eten gekookt en dat werd hier gedistribueerd in al die bunkers. De gemeente had, dan konden ze aan die schijf bepalen, dit, hoe lang dat die binnen moest blijven. Voordat hij weer naar buiten mocht. Dus open ter plekke. En hier zie je ook even het verschil tussen een officier en een militair. Ja. Die krijg je naar de voet, hè? Of hij moet struikelen. Nee, die werd gedragen. We hebben hier deze oefenen in Hellevoetsluis. Dat deze met die schepen, daar wouden ze mee naar Engeland varen. En daar Engeland aanvallen. Nou. Hier staan die dingen die buiten staan, de rommelaarspijzers. Oh ja, voor de mijnen. Nee, dat deden ze expres voor, dat Engelsen niet hier de kust op konden. Oh. En nou is het eb, maar als het vloed is, dan staan die dingen tot zover onder water. Ja, dat zie je zelfs niet. En dat deden ze ook nog bij stukjes bij een bom erin. Ja, mijn. Ja, mijn. Ja. Heb je twee keer pret? Ik zie ook muntjes, Hans. Ja, er liggen wat munten ook bij. En, ook een vierkante. Ja. Een hele hoop Auswijzer liggen erbij. En briefjes die Duitsers verstrekten aan boeren. Dat ze een bepaalde weg over mochten steken en dat soort dingen meer. Dat is voor degene. In de oorlog werd er naar de radio geluisterd, wat niet mocht. En moest je hem ook wegbouwen. Bouwden ze hem achter de spiegel. Bijvoorbeeld. Kijk, hier achter de zie zit hij achter de spiegel. Kon je ruisteren naar Radio Engeland. Dat soort dingen. En als de Duitsers weer kwamen, deden ze gauw. En dan kon ook maar naar de komen. Ja. Slim hoor. Ja. Ja, want deze uniformen zijn dus van Canadezen. Dit is Canadezen. Ja. Daar staat een Duitser hier, uit de bunker vandaan, de luchtmacht. Dat is een Nederlander. En dat is een Amerikaan, dat is verdwaald. Dat is een man die heeft de verkeerde weg ingeslagen. Maar die gaat er nog uit. Ja. Zie je, totdat hij op een gegeven moment zeg maar, komt van nu heb ik hem te pakken. Zie je het binnen het kwadrant? Dan schiet hij jaren, schiet hem in principe neer. En verdwijnt het spul van de kaart. Van de radar? Nee, van de kaart. Oh. Echt hier van deze kaart. Nee, maar het aparte is natuurlijk wel, als hij hier zo meteen verdwijnt, was die jachtleidofficier al aan de volgende bezig.
Zoals dat natuurlijk kon. Ja, zoals dat natuurlijk continu, deden ze dat. En normaal stonden er twee. Dus het ging in stereo effect. En dat gaat snel natuurlijk. Naderhand hadden ook nog de jagers, die kregen ook nog hulp van een stukje radartechniek in het vliegtuig. Die staan daar, die hebben een hettegewijver op. Dus die konden ook nog een keer in slecht weer en in het donker ook nog een keer die bommenwerper opzoeken. Maar dat was een goed systeem natuurlijk. Voor die tijd al. Ja. Die hele koker zat ook nog volgens dat met grind. Want anders konden ze van buitenaf weer naar binnen komen. Zo ziet die koker eruit. Daar klimmen we in de winter in, hè, om de lampjes te vervangen. Ja. Zo ziet dat eruit. Dat was een hele sport. Ja. I'm staying with my Dutch friends who I met some years ago, motorcycling. And I've 6 weeks here, and I saw the Bieber bunker 4 years ago. Yeah. I always wanted to come back and have a look inside. I haven't been able to understand the conversation, but I've been looking at the photos, and my friend Joel's been translating. And I hear the next film is in English with Dutch subtitles. So you're lucky. That suits me fine. Yeah. But where are you from, sir? Sydney. Sydney, Australia. Sydney, Australia. Wow. Yeah. That's a long way from here. Yeah, about 30 hours from Sydney to here on the plane, yeah. Okay, yeah. Well, yeah. Nice to see you and enjoy the movie. Well, it's great to be here. The Dutch people are great people. Very, very friendly. Very, very accommodating. Thank you, thank you. Caitlin, hi. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het heel leuk. Ja, ik vond het heel mooi om alles zo te zien. Echt een gaaf bunker. Ja, en waar kom je zelf vandaan? Uit Barendrecht. Uit Barendrecht, oké. Okay, dus je hebt een stukje moeten rijden om hier te komen. Ja. Ja. Ik begrijp dat je ook naar andere bunkers bent geweest. Ja, in Frankrijk ben ik er vaak geweest. En, hoe is dat in verschil met deze? Het verschil dat er heel veel, hier zit heel veel verbouwd en daar zijn ze echt gewoon opgegraven of uitgegraven en daarna is het ook gewoon zo blijven staan. Oké, okay, dus die zijn eigenlijk niet ingericht, die zijn heel kaal van binnen. Ja, en bij sommige heb je ook een museum. Oké, okay, net als hier, maar hier is net wat aangekleder dan in Frankrijk. Oké, okay, goed. Nou, ik ben blij te horen dat je genoten hebt en ga maar snel naar de film kijken. Ja? Goed. Dag Caitlin. Doeg. We staan nu buiten op het terrein en we lopen nog eventjes naar het kanon wat opgegraven is. En onderweg hier zien we nog een aantal andere dingen. Een onderstel van de Wurzburg-Riesen, dat is de radar die hier in de duinen heeft gestaan. Daar waren er twee van. Ja. Dit hebben we uit de grond gehaald. Ja. Dat is niet te tillen. We hebben dat gekregen hier met een kraan. Dat ging maar net. En hij ligt eigenlijk om, want de linkerkant hoort aan de rechterkant. En het hoort ook te draaien, maar het is alleen maar even om een indicatie te geven van hoe groot dat ding was. Ja. En zo stonden er twee. Dat was eigenlijk die peiling, die radar, die eigenlijk die vliegtuigen, de ene groene en de andere de rode, de vliegtuigen naar elkaar praten. Ja. Die konden ze meten. Het ziet er wel erg verroest uit, hè? Ja, het is ook 70 jaar oud. Ja, ja, ruim 70 inderdaad. Ja, en dan komen we nu bij het kanon, hè? Ja, midden in de Oostvoornse duinen. Ja. Een beetje in een loopgraaf zie ik geplaatst. Ja, zo stond hij eigenlijk opgesteld. Hij stond eigenlijk zeg maar beschut. En dit ding hebben we opgegraven in kwak. De kwakjes. Ja, zoiets heet dat daar in de Rokanje. Daar is hij uit de grond gehaald. En hier eigenlijk samengezet. Hij is nog niet helemaal klaar, want we zijn nog druk bezig. De 25e is de opening. Dan wordt hij officieel geopend. 25 mei bedoelt u? Ja. En dan gaan we hem officieel openen. Want hij staat nu in de menie. En hij wordt eigenlijk binnenkort wordt hij in zijn originele kleur. Dat wordt waarschijnlijk geel, amberkleurig. Dat was de kleur van toen de tijd. Oké, okay, dus het is eigenlijk de grondverf dan? Het is de grondverf. Het is de ijzermenie waar hij in zit. Ja, want wil je dit behouden voor zeg maar later, dan moet je in ieder geval zorgen dat je hem goed in de verf zet. Ja. En dit is ook door vrijwilligers dus in de menie gezet? Ja, een hele dag. Het is ochtends 10 uur begonnen, 's avonds 6 uur klaar. Zoals je heeft kunnen zien, is een bezoekje aan de Bieberbunker hier in Oostvoorne in de duinen ontzettend leuk en leerzaam. En wordt het nog gebracht door enthousiaste vrijwilligers. Een stukje geschiedenis hier bij ons op Voorne Putten.